Welkom bij dit elfde webinar. Dit gaat over osteopathie. Wat is het en wat kan het? Hoe werkt osteopathie? Waarvoor werkt het? Um, nou, we gaan op een aantal uh, van deze punten uh, gaan we wat aandacht aan besteden. Uh, mijn naam is Robert Muts, directeur van het IMC en van opleidingen voor osteopathie en mesologie. Uh, de moderator is Jeroen De Blok, osteopaat, docent bij onze opleidingen in anatomie, fysiologie en uh, het viscerale bereik, dat zijn de organen. Uh, Jeroen is de moderator, dat wil zeggen, die houdt de chat in de gaten. De chat zit of rechts, of helemaal bovenin, in, de, in je beeldscherm, of helemaal onderin, hangt een beetje van de instelling van je computer af. En daar zitten, uh, komt, verschijnt dan een balk en daar zitten drie puntjes op. En daaronder verschijnt de chat. Jeroen houdt de chat in de, uh, in de gaten. Uh, want daar kunnen de vragen gesteld worden. Uh, ik zeg even uit mijn hoofd dat de QA, dus de questions and answers in de Zoom, uitgeschakeld zijn. Dus het stellen van vragen kan vooral via de chat. En Jeroen houdt ze in de gaten, waarvoor bijvoorbeeld al mijn... Dank. Graag gedaan. Hoor je mij Rob? Ja, ik hoor jou. De Q&A die staat wel aan. Ik heb net twee vragen beantwoord. Ah, okay. uh, maar het liefst in de chat. Anders moet ik twee dingen in de gaten houden. Ja. Dat is het lastig, lastiger. Helder. Hoewel we er wel toe zijn opgeleid. Maar dat gaan we zien vandaag. Ja. <laughs> Om meerdere dingen tegelijkertijd in de gaten te houden. Goed. Wij hebben het over de complementaire geneeskundige aspecten. En wij, ja, we moeten een beetje praten in het algemeen. Uh, we kunnen niet heel individueel gaan praten. Dat vraagt altijd onderzoek en dat vraagt altijd onderzoekend behandelen. Uh, ik ga er ook nog even bij zeggen dat dit uh, seminar is samengesteld. Ook met behulp van Ralf janssen Dalen. En dat is een van onze net afgestudeerde studenten. Maar ook communicatiewetenschapper. En hij heeft uh, in allerlei interviews. Uh, uh, hebben wij samen een beetje samengesteld van wat we nu laten zien. En dat is in andere bewoording kijken wat is osteopathie. Ik ga eerst even naar de klassieke definitie. Dit is 1983, uh, gedefinieerd door onze Zuiderburen, de Belgen die dit keurig netjes hebben neergezet, dat moet ik echt zeggen. Uh, osteopathie is een concept van geneeskunde... Met een manuele benadering van weefselmobiliteit in kwaliteit en kwantiteit in diagnostiek en therapie. Nou, het is een prachtdefinitie en hij klopt als een bus. Maar altijd, denk ik, als je hem leest, yo, wat staat er nou precies? Dus we gaan hem een beetje ontrafelen en op een bepaalde manier gaan bekijken. Osteopathie is een concept, oftewel een vorm van geneeskunde. Ja, laten we daar eerst even, over even bij stilstaan. Geneeskunde kent vele vormen. Ik heb er een paar op, op een rijtje gezet. Wij kennen in het Westen de reguliere geneeskunde. We kennen homeopathie, eh, het toedienen van gepotentieerde medicatie om de zelfgenezing aan het werk te zetten. We kennen zeker de Chinese geneeskunde en een afgeleide daarvan, de acupunctuur. Die kennen velen. We kennen de chiropractie, we kennen de natuurgeneeskunde, de psychologie, de osteopathie. Nou kan de rij nog enorm veel verder maken. Dat zijn allemaal vormen van geneeskunde. Wat wij in het westen een beetje kennen is die reguliere geneeskunde als de geneeskunde. Maar ik ga hem er even bij zetten dat stukje reguliere geneeskunde is eigenlijk ook een concept, een vorm, een, een afspraak. Ik heb een aantal van die complementaire geneeswijzen in een boek samengevat 20 jaar geleden. Integratie-complementaire geneeswijzen. Maar laten we eens even gaan kijken naar reguliere geneeskunde. Uh, het, het basisconcept is 150 jaar geleden vastgelegd door meneer Virgoff, een Russische patoloog-anatoom. Die zei, reguliere geneeskunde is als ik een afwijking... Op celniveau kan aantonen. in vorm van de cel die afwijkt. of in functie van de cel die afwijkt. Maar ik moet het kunnen aantonen. Daarmee is een ziekte klassificeerbaar, oftewel er kan een naam aangegeven worden. Dit is de basale afspraak binnenin reguliere geneeskunde. Dat is niet een ultieme waarheid, het is een manier waarop. Men kan werken. En dat werken heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn 150 jaar, hebben we enorme grote stappen kunnen maken in de reguliere geneeskunde, dat weet iedereen. Maar het heeft ook zijn beperkingen, omdat het aantoonbaar in vorm en of functie op celniveau moet zijn. Dat wil zeggen, ik moet het bijna onder een microscoop kunnen aantonen. En dan noemen wij het waar. Dus dat heeft ook zijn beperkingen, en dat gaan we ook zien. Er zijn een aantal aandoeningen die je niet kan zien onder een microscoop, of niet kan voelen, of niet kan, nou, uh, uh, niet kan aantonen met een foto of een bloedbeeld. Maar daar komen we straks op. Laten we eerst eens gaan kijken naar Osteopathie, die gaat uit van een aantal principes. En we hebben ze een beetje anders geformuleerd en een beetje vrij geïnterpreteerd. Maar laten we eerst beginnen met nummer 1: gezondheid is. Vrijheid van beweging. Eigenlijk is het een beetje logisch dat bewegelijkheid en alles wat ademt leeft, staat er ook nog in de Bijbel, dat wil zeggen alles wat maar enigszins bewegelijkheid heeft, heeft een teken van leven en die, dat leven is afhankelijk van de vrijheid van kunnen bewegen, kunnen ademen. Nou, dit is bijna een open deur, maar ik ga hem toch even erbij halen. De mens is één geheel. Er is van alles wat we maar kennen een onderlinge samenhang. En nummer drie. Als er vrijheid van beweging is, dan is er automatisch zelfgenezing. Dit is een evolutionair biologisch principe. Maar ik ga ze een beetje eh, toelichten, dit zou een slogan kunnen zijn. He, gezondheid door vrijheid. Vrijheid door gezondheid. Dat is een beetje waar de Osteopathie zich mee bezighoudt. Ik ga er een hele lekkere moderne uh, 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 slogan nog even bij zetten. Maar wat betekent gezondheid door vrijheid? Vrijheid van functies. Functies van het gevoel gezond te zijn geeft je automatisch kracht. Kracht om de dingen te doen die je wil, je passie te beleven. Je liefde voor het leven te kunnen uitoefenen. En gezondheid is in ons, laten we zeggen, de, onze filosofie, de eerste vrijheid die je hebt. Je kan strijden voor je land, je kan strijden voor macht, je kan strijden voor je, vrij, voor, 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 voor je vrijheid van meningsuiting. Je kan strijden tegen een virus. Gezondheid is de eerste vrijheid. Je, be, je hebt vrijheid nodig om te kunnen leven. Je hebt vrijheid nodig om jezelf te kunnen zijn. Je hebt vrijheid nodig om je, ik ken er alleen maar een Duits woord voor, gestaltung, om jezelf vorm te geven. Nou, dan ga ik naar een hele moderne slogan voor de Osteopathie: Let's free people's health. Dat is een beetje gepikt van Philips. Um, let's make things better. Maar dit is: Let's free people's, people's health. Dat is eigenlijk wel waar de Osteopathie over gaat. En. De grap is een beetje, het is niet nieuw. Uh, dit komt al van lang geleden, 100 jaar na Christus, zei uh, Juvenalis, Junius Juvenalis, een Romeinse dichter, zei Mens sana in corpore sano. Nou, dat is prachtig Latijn. Ik heb de vertaling eronder gezet. Die kent iedereen wel. Een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. En eigenlijk snappen we dat principe allemaal wel. Maar wat betekent dat dan? Dat gezonde lichaam. Dat gezonde lichaam betekent eigenlijk dat het inderdaad vrij is in al zijn bewegelijkheden. In al zijn bewegelijkheden, in alles wat het moet kunnen. Laten we eerst naar de natuur gaan kijken. Want dit principe kent ook iedereen: een stroom de rivier is gezond. Dat water kan je vrijwel altijd drinken, dat is schoon. Kristalhelder zuiver water. Stilstaand water wordt brak. En brak water wordt een bron van infecties. Dat krijgt een nieuw ecosysteem. Uh, eigenlijk is een gezonde rivier die stroomt, daar zit altijd bewegelijkheid in. Altijd aanvoer, afvoer, altijd vernieuwing in. En zolang het stilstaat. Krijg je een nieuw ecosysteem in dat verhaal. En dan krijg je een nieuw soort uh, 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 cultuur. En veelal een broedplaats van infecties. En vrijwel alles wat leeft, bestaat uit water. En bijna alles wat leeft bestaat voor 70% uit water. Op zich is dat een grappig gegeven. Laten we eens kijken naar de aardkloot. De aarde bestaat voor 70% uit water. Al dat water moet vrij kunnen stromen. Nou, het water wat wij kennen is bijna altijd zoetwater, maar we gaan in de vakantie dan wel eens naar de zee. Daar vinden we zeewater. Dat heeft een, een, een zoutoplossing. En65% van de 95%, is dat een, hier is dat een beetje verkeerd om, die 6. 95% van de, het water op aarde is zeewater. En zoet is maar 5%. Het is eigenlijk maar heel weinig wat rivieren en meren zijn. Het meeste is oceaan. Daar is een waterkringloop. Nou, iedereen kent van de lagere school ooit wel dat plaatje. Water in de zee verdampt. Dat wordt zoet water in de wolk. De wolk wordt door de wind weggedreven en die gaat ergens naartoe. Die botst tegen een berg op. Het water gaat naar beneden toe. Dat is regen. Dat stroomt naar beneden, dat komt in een, rivier, in een meertje en vanuit het meertje stroomt een rivier. En dat gaat terug naar de zee. Nou, dat is het, het, het open waterkringloopsysteem. Hierbij moet ik gelijk al een, een, een belangrijke uh, aantekening maken. Dit kringloopsysteem kan je nooit en never beperken. Je kan niet een dak boven alle oceanen zetten want het is 95%, dus dat gaat niet. Je kan een dam in de rivier zetten. Ja, dat kan. Maar het water stroomt toch echt door. Je zou het grondwater nog kunnen dichtzetten. Zelfs dan, het stroomt altijd door. Dus dat open systeem betekent dat de waterkringloop nooit verloren gaat. Er is altijd stroming. Nu gaan we naar de mens. De mens is 70% water. En daar geldt hetzelfde principe voor. Water heeft vrije stroming nodig. Nou, kennen we het water in bloed, we kennen het in lymfe, we kennen het nog een beetje van in de cel. Het zit in bindweefsel, maar het moet vrij kunnen stromen. Ik ga een beetje een sommetje maken. Dit zijn aardige weetjes om er eens over na te denken. 90% van je hersenen bestaat uit water. Dat heeft niks met een waterhoofd te maken. Maar onze hersenen bestaan voor 90% uit water. Het is eigenlijk vloeibaar. 80% van je hart, kunnen we nog iets over, over bedenken. Maar ook je longen bestaan voor 80% uit water. Er zit geen lucht in je longen, dat zit in je pijp. Ja, daarom heet die ook luchtpijp... in je longen zelf niet. Bedenk ook hoe we geboren worden. We, we, we leven als embryo in vruchtwater. Daar ontstaan longen. Die zijn waterrug. 75% van je spieren zijn water. Dat is misschien vervelend voor de bodybuilders... want die pompen alleen maar water op. Het lijkt heel wat... maar het is vooral water wat ze oppompen. 70% van de leven is water. Ik ga eens een keer naar de slager en vraag eens om te kijken naar een verse lever. Je ziet dan een drilpudding. Dat is een waterig geheel. Zelfs 22% van je botten bestaan uit water. Nog frappanter 10% van je tanden bestaat uit water. Nou, wij zijn dus over een heel groot stuk en dat is die 70% zijn wij water? Nou, om gezondheid te kunnen waarborgen, moet water vrij kunnen stromen. Die kringloop in de mens is echter niet als op de natuur een open systeem. Nee, wij zijn een gesloten systeem. Wij hebben overal buizen. Ik ga er een paar noemen: hè. bloedvaten, lymfenvaten, bindweefsel is een vat, hersenvocht, die heb ik hier links neergezet. Zit in een gesloten systeem, dat heet schedel en wervelkolom. Cytoplasma, dat is celwater, zit in een celmembraan, zit ook opgesloten. Organen hebben water, maar er zit een vlies omheen. Oftewel, bij mensen is alle kringloop van water die nodig is, die zit in een gesloten systeem. Die moeten we ons even bedenken, want die hebben we straks nodig. Het is de vrije stroming die nodig is om gezondheid te waarborgen in een gesloten systeem. Punt 2 is, alle omliggende structuren dan in die vrije stroming, in die gesloten systemen, die hebben de vrije beweging nodig om die stroming te kunnen toelaten. En dan wordt die een stapje ingewikkelder. Want alle omhuddelende structuren zijn met elkaar verbonden. Dat noemen wij eh, met een modern woord tensegrity. Dat is de toevoeging van twee woorden aan elkaar. Tension, dat betekent spanning. En integrity, dat is integriteit. Dus dit is een mooi plaatje om dat te illustreren. De houtjes hier, die staan. Overrent of die hangen ergens dwars, omdat de spanning van de elastiekjes ze op hun plek houdt. Dat noem je ten security. Spanning uh, uh, en integriteit met elkaar verbonden. Dit is een plaatje van de wervelkolom in het midden, dat zegt hetzelfde. Spanning en integriteit met elkaar verbonden. Zo blijft onze wervelkolom rechtop staan. Hier een plaatje met A en B die datzelfde modelletje laat zien hè, van tensiquoteen, maar iemand duwt op de tensequity. En dat betekent als die daar duwt, dan verandert er wat. Niet alleen onder de hand, nee, op alle vlakken verandert er spanning. Dit geeft al een idee dat als er ergens een probleempje zit, een spanningsfenomeen, dat je dat op hele andere plekken kunt voelen. In je lijf. Eigenlijk zijn we in spons. En daarbij bedoel ik inderdaad niet de spons zoals te boven staat die je in de keuken hebt. Nee, een soort spons in de natuur. Dit is een zeespons. Die is net zo met spanning en integriteit in elkaar gevlochten. als dat ons hele weefselsysteem in ons lijf zit. Ik ga dat illustreren. Dat heb ik uit een video gehaald. Uh, deze dame staat een mooi verhaal te vertellen en deze meneer die heeft een mooi pakje aan en dat pakje dat wil eigenlijk zijn vassie, zijn vliezen systeem, noem het maar even een duikerspak, een neopreenpak. Uh, dat illustreert hij. Daarmee kan die op zich vrij bewegen. Het is allemaal elastisch. Daarmee kan je rekken, je kan je arm optillen, je kan je been optillen, je kan ermee lopen, je kan er van draaien, je kan er van alles mee. Deze man is overigens een danser. Nou grijpt deze dame, deze meneer, bij zijn Lurven. En die zitten daar. En hij, ze houdt dit vast. Wat is het gevolg als ze dit vasthoudt dat deze meneer zijn arm niet op kan tillen? Sterker nog, hij kan zijn andere arm ook niet optillen, omdat alles met elkaar verbonden is. Alles is vrij in bewegelijkheid zoals het normaal is. Maar zit er ergens een fixatie? En denk aan de mens als gesloten systeem. Zit er ergens een fixatie? Heeft dat gevolgen voor andere systemen? Dus omdat zij hier ergens in die buik grijpt en de bol vasthoudt, kan die meneer zijn armen niet eens optillen. Nou, de mens is een geheel, er is een onderlinge samenhang. Alles moet kunnen stromen, moet kunnen uh, 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 vloeibaar zijn. En alles moet dus eigenlijk kunnen bewegen. Wat kennen we dan aan bewegingen? Nou, een heleboel kennen we. Hè. Als we ons hoofd draaien, dan weten we nou, dat dat draait in mijn nekwervels. Als ik mijn arm optil, dan weten we ook, ja, mijn arm beweegt. Maar als je je arm optilt, bewegen je ribben ook. Beweegt je lever ook beweegt je maag ook, bewegen je darmen ook. Dus er zit veel meer aan het arm optillen dan alleen maar die arm zelf. Die arm is er nooit aangeschroefd, die is uit je systeem ontstaan. Nou, wat kennen we lopen, werpen, wij kennen heel veel bewuste bewegingen. Die kunnen we ook wel goed analyseren, daar hebben we wetenschap voor. Is prachtig. Nou, bewegen we ook onbewust. We slikken. Daar staan we nooit bij stil, maar we slikken de hele dag door. De mens maakt één liter speeksel per dag. Dat is maar goed ook voor de vertering. Maar je slikt heel wat vocht weg. Elke minuut zelfs. Je hart pompt, die snappen we ook wel. Maar 60 keer per minuut dat die spier bloed rondpompt door het hele lijf heen, dat is nogal wat. Het is een paar miljoen keer per jaar dat het hart aan het pompen is. Dat die spier aan het werken is. Je ademhaling met middenrif, ribben, euh, 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 nekspieren, die allemaal meedraaien met 16 keer per minuut ademhalen. Je ogen die knipperen. Als we erbij stil gaan staan, snappen we het een beetje. Maar zelfs die eenvoudige beweging vraagt veel vrijheid van omliggende structuren. Je darmen knijpen 150.000 keer per dag samen. Meestal weten we het niet. Vandaar dat ik het noem onbewust bewegen. Wees maar blij dat je het niet weet. Maar als er ergens een fixatie zit in die darm. Ja reken maar dat je dan. Die dat samenknijpen van die darm voelt. Maar dan hebben we ook nog bewegingen waar we echt geen. Geen, geen benul van hebben. Er stroomt 150 liter bloed. Door je nieren heen. Dat is nogal wat, hè? 150 liter bloed, we hebben maar 5 liter. Hè? Dat betekent dat het gaat 30 keer door je nieren heen. Al dat bloed. Dag in, dag uit. Voedsel gaat van je darm, je hebt het mooi opgegeten, je hebt het in stukjes gehakt. Het gaat van je darm, stroomt dat naar je lever toe. Staan we ook niet meer stil, wisten we er maar blij mee. Maar het zijn wel bewegingen die gebeuren moeten. Glucose die opgeslagen wordt in de lever, gaat uiteindelijk naar spieren toe, waarmee we lopen, werpen, springen, et cetera, et cetera. Je afleesklier maakt dag in, dag uit hormonen. Die gaan je bloed in, die gaan naar je spieren, die gaan naar je hersenen. Als we praten, als we zingen, ik heb er nog een leuk voorbeeldje van, als we luisteren, alles beweegt. Alles is continu in beweging. Van het meeste zijn we ons niet bewust, maar ik ga, een paar voor, ik ga een paar voorbeelden geven. Eén voorbeeld, wat ik heel vaak gebruik, je nieren. Hier zitten ze, die nieren, die zitten vlak onder het middenrif. Dat betekent als wij ademen, daalt dat middenrif. Dat betekent ook als wij ademen en het middenrif daalt, moeten die nieren dalen. Als je inademt, daalt een nier anderhalve centimeter naar beneden toe. Nou, wees gerust, bij elke uitademing gaat die weer terug, anderhalve centimeter naar boven. Maar dat betekent, 16 keer per minuut in rust, is dat 3 centimeter per minuut, 16 keer per minuut, 60 keer per uur, 24 uur per dag. Nou, hele snelle rekenaars zeggen dan, ha, ah, dat is 700 meter per dag dat de nier aflegt, onder invloed van ademhaling. Hoeveel kilometers je darm afleggen, laat ik even uh, uh, buiten beschouwing, maar dat zijn echt kilometers. Wat, wat je blaas beweegt, wat een hart beweegt, wat een lever beweegt per dag. En dit is alleen maar een, een simpel voorbeeldje, maar 700 meter per dag moet die nier ook bewegen om die 150 liter te kunnen verwerken, die die elke dag binnenkrijgt. Nou, nog eventjes twee, twee grapjes erbij. Een liter speeksel per dag maak je. Om even over na te denken. Dat slik je door. Dat heb je nodig om je maag tot rust te brengen. Om je alvleesklier aan het werk te zetten. Daar zitten allemaal goede stofjes in. Dat heb je dus nodig. Je maakt een liter darmgas per dag. Dat vraagt ook bewegelijkheid. De meeste darmgassen absorbeer je wel... Sommigen moeten er weer uit, dat is weer een andere beweging. Maar het tekent wel dat alles moet altijd maar bewegen. Nog even een voorbeeldje van een long. Een long zit in de borstholte, het hart ligt daartussen. Mooi, en als die long ademt, gaan de ribben uitzetten. Nou, iedereen die wel eens een keer een gekneusd of een gebroken rib heeft gehad. Die snapt hoe moeilijk het ademen is. Die vrijheid van de ribben hebben de longen nodig om te kunnen ademen. Maar dat is niet alles. Het zijn niet alleen maar ribben die er gebeuren. Nee, Het uitademen is terugveren van het ribben. Maar het inademen betekent ook dat het middenrif daalt. En als het middenrif daalt, moet er mogelijkheid zijn van een aantal organen, en ik noem er maar twee. Lever en de maag, die moeten naar beneden kunnen bewegen. Kunnen ze dat niet, krijg je ademhalingsproblemen. Dus een long is afhankelijk van de bewegelijkheid van ribben, van spieren, van het middenrif, van een lever, van een maag. Maar ik ga nog een beetje een stapje verder hoor. Alle darmen moeten kunnen bewegen, moeten kunnen uitzetten. En iedereen die er wel eens een keer over nagedacht heeft. Die snapt dat het woordje buikademhaling letterlijk betekent dat die buik moet kunnen bewegen om te kunnen ademen met die longen. Nou, daar zie je een beetje een paar voorbeelden van. De mens is één geheel. Het zijn geen afzonderlijke onderdeeltjes die bij elkaar zitten. Er is een onderlinge samenhang. En al die onderlinge samenhangen moeten vrij kunnen bewegen. Nou, dat, is, dat vraagt dus ook een enorme hoeveelheid bewegelijkheid. Ik, ik laat hier een video zien, als die op wil starten. Ja, dat wil die. En dat is een MRI gemaakt over ademhaling. Om er even naar te kijken. Je ziet het hart kloppen. Je ziet het middenriff dalen. Inclusief lever, maag, darmpakket. Je ziet het hele systeem dat alles. Maar beweegt bij een simpele ademhaling. Het zijn prachtige MRI's. Je ziet ook de ribben bewegen hier. Je ziet inderdaad dat het allemaal met elkaar te maken heeft en dat het allemaal uh, uh, met elkaar uh, verbonden is. Dankzij de MRI kunnen we dat mooi zien. Ik, ga, ik laat er nog eens zien. Dit heet Singing in the MRI. Dat is een, een zanger die dat uh, uh, vrijwillig heeft uh, uh, opgenomen. Hij, hij kan ook mooi zingen. <laughs> maar ik laat even een stukje zien. Die zit ergens hier. Dan ga je de MRI zien. Hoe, hoe, even om te kijken hè, hoeveel er beweegt als deze meneer alleen maar een beetje. Aan het zingen is. Ik laat nog een stukje zien. Dat gaat over de uh, uh, opera van Puccini. Die laat hij eventjes in een bepaalde en we'll <laughs> laat het op bepaalde manieren zien. Kijk naar zijn tong. Kijk naar zijn lippen. Maar kijk ook eens naar zijn wervelkolom. Kijk eens zelfs naar zijn hersenen. Kijk eens naar al die huidssystemen die daar allemaal aan het werk zijn. Terwijl deze meneer simpelweg een opera van Puccini aan het zingen is. Hoeveel er allemaal moet samenwerken met elkaar. Nou, even terug naar waar we het over hadden: Stromende rivier is gezond. Stilstand water wordt brak. Ook in ons lijf. Want wij bestaan voor 70% uit water. En dat moet allemaal vrij kunnen stromen, vrij kunnen bewegen. In alle vloeistoffen, 70%. We hebben het nodig als voeding naar welk systeem dan ook. Of je het nou spier, of nier, of leven, of wat dan ook noemt. Er moet voeding heen. Afvoer moet er vanaf. Maar ook alle informatie die wij hebben in ons lijf, boodschappers. Zijn hormonen die worden afgegeven aan het bloed. Dat moet vrij kunnen stromen. Zenuwen, prachtige dingen, die hebben vloeistof in zich. Die moeten vrij kunnen stromen om al die zenuwstoffen vrij te kunnen geven. Je afweer, je immuniteit. Enorm actueel op dit moment. Dit vraagt vrije stroming. Zonder vrije stroming. Kan je nooit een ontsteking maken? Kan je wond niet genezen? Kan je microbiome niet functioneren? Kan er niks gerepareerd worden? Kan je een, uh, laten we het in de coronatijd houden, een virus niet eens aanvallen? Dus het systeem moet vrij zijn. In een hele eenvoudige vorm hier neergezet. Uh, een cel heeft voedingsstoffen nodig, afvalstoffen moeten eruit, het moet vrij kunnen stromen. Zit die cel ergens geblokkeerd? Jo, het komt niet binnen. Het kan niet naar buiten. Dus het hoopt zich op. Het wordt stilstaand water. Een broedplaats voor infecties. Die ga ik wat ingewikkelder en wat groter zetten. De continuïteit, de spons van wezel, staat hier in het midden. Alles is met elkaar verbonden. Van de cel. Tot en met het bindweefsel, naar het orgaan, naar de spier en zo kan ik een hele tijd doorgaan. Alles is met vezeltjes en dingen met elkaar verbonden en daartussen stroomt water. Zijstapje. Een akker wordt pas gezond, daar groeit pas wat, als er water met voedingsstoffen ingaat en water met afvalstoffen uitgaat. Oftewel, het heeft drainage nodig. Het heeft irrigatie nodig. Altijd leven in stroming, aanvoer, afvoer. Maar bij de mens is dat een buizensysteem. Dan moeten we goed bedenken dat in de natuur is het vrij en open. Bij de mens is het een buizensysteem. En een buizensysteem kan je door druk of door trek of door wat dan ook, kan je het belemmeren. En daar zit nou net de crux. Dus de kringloop van vloeistoffen die is er wel, zeker. Aanmaak, afbraak. Het is een continu proces in alles wat we doen. Dagelijks groeien onze haren. Je, je, je staat er niet bij stil en je ziet het ook niet altijd. Je ziet ze niet groeien, maar je weet na een half jaar dat je lang haar hebt. Je nagels, je huid. Maar alles in het lichaam is continu in aanmaak en in afbraak. Al Tijd, maar weer. Elke week heb je alleen maar nieuwe bloedplaatjes in je lijf. Dat gaat achter elkaar, maar door. Dat heeft dus altijd vrijheid nodig: vrijheid van beweging. Nou, daar hebben we de vrijheid in beweging linksonder. Alles moet vrij kunnen bewegen in een waterig milieu. Net als deze goudvis. Maar, nou wordt het ingewikkelder. Want wij mensen hebben niet een celletje, niet één goudvisje. Nee, we hebben er een heleboel. Dus het wordt complex. En dat maakt het systeem ook zo moeilijk. Het wordt steeds complexer. Dit is de samensmelting van een zaadcel met een eicel, een zygote. Dan zitten we negen maanden in een waterig milieu. En dat heet baarmoeder in het vruchtwater. Ons te ontwikkelen, net zolang tot we groot en volwassen worden, prachtig, met alle systemen erin. En het begint als één fout in een simpel celletje. Het wordt steeds complexer. En die complexiteit betekent dat er steeds meer verbindingen zijn en steeds meer mogelijkheden zijn. Ik ga even een zijstapje maken naar de evolutieleer. Dat doe ik wel heel snel. Ik, ik fiets er een beetje vrij snel doorheen. In de evolutie zijn er prokaryoten. Dat zijn hele primitieve celletjes. Die celletjes worden complexer omdat ze elkaar opeten. En die kunnen in elkaar doorleven. Dan krijg je eukaryoten. Dat zijn ingewikkeldere cellen. Eencellige organismen. Eencellige kunnen met elkaar gaan leven tot multicellulair multicellulair kan samen gaan werken dan wordt het een weefsel weefsels kunnen gaan samenwerken dan wordt het een systeem en systemen kunnen gaan samenwerken dan wordt het organen ik ga een paar voorbeelden geven hierbovenin bovenin, dat is een prokaryoot dat is alleen maar DNA in water met een celmembraampje eromheen die heeft een andere prokaryoot opgegeten en dan nou krijg ik celorganelletjes. Dus een complexere cel. Het wordt ingewikkelder. Maar nog steeds, waterig milieu, het moet kunnen bewegen. Cellen bij elkaar worden een multicellulair organisme, een klomp cellen. Dit is een kwal. En eigenlijk weet ook iedereen wel een beetje, als ik een stukje van die kwal afsnij leeft dat gewoon door. Het heeft geen mond, het heeft geen darmstelsel, het heeft eigenlijk, het is alleen maar een klomp cellen bij elkaar. Ze zijn wel zuur en giftig, dat is vervelend, maar het zijn allemaal afzonderlijke celletjes die, nou ja, bijna toevallig, maar bij elkaar geklit zijn. Weefsels, dat is multicellulair gedifferentieerd. En zo krijg je dus een Gedifferentieerd systeem. Hier staat het maag-darmkanaal getekend in een embryootje. En dan zie je al de samenhang die er van oorsprong in zit. Want ik laat nu even dit plaatje zien in het rood. De mond, die kunnen we wel herkennen. Oké, okay, er komt een slok daar. Goed zo. De maag is er nog niet. Maar dit ding hier, dat is een long. Die komt uit een darm voort. We gaan de darm even volgen, dunne darm. Dit is dikke darm, einddarm. En dit rare dingetje hier, dat piemeltje wat omhoog steekt, dat is een blaas. Een blaas is van oorsprong darm. En daarmee kan je ook een beetje zien: het is in principe van basis wel eenvoudig. Maar hoe complexer het wordt, hoe meer verbindingen er zijn, hoe meer mogelijkheden er zijn. Dit is een voorbeeld van. Kijk eens naar iets doodeenvoudigs wat ik ga herhalen. Ik ga het alleen maar uh, uh, continu hetzelfde toevoegen. Het eenvoudig kruisje wordt iets complexer. Ik ga het nog een keer toevoegen. Ik doe alleen maar hetzelfde. Ik herhaal dezelfde beweging. Dus ik voeg eigenlijk alleen maar continu. Proces van hetzelfde toe. Maar je ziet wat er gebeurt. Het systeem wordt complexer. Ik ga het op een andere manier laten zien. Dit is een cel. Een cel die communiceert met zijn eigen milieu interieur, oftewel zijn directe omgeving. Stoffen worden opgenomen, afgegeven, opgenomen, afgegeven, etc. Een milieu Interieur. Krijg je nu cellen die met elkaar gaan communiceren, dus aan elkaar gaan liggen en een klompje gaan maken, dan krijgen we niet alleen een milieu interieur, we krijgen ook een milieu exterieur. Dus buiten die klomp, dan heb je al een bloedomloop nodig om verder te kunnen communiceren. En in ons bloed, als voorbeeld, hè, daar zitten weer hormonen. Boodschappers. Die boodschappers kunnen alleen maar aankomen als de bloedsomloop vrij is in zijn bewegelijkheid. Je kan het bijna vergelijken met, met, met Nederland. Als ik een, uh, 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 een pakketje wil sturen van A naar B, dan moet ik dat op de, op de post doen of afgeven bij het postkantoor. Daar gaat dan een autootje die gaat rijden, dat wordt verdeeld, dan gaat een ander autootje rijden. En dat moet dan uiteindelijk aankomen bij degene die het besteld heeft. Zit daar filevorming en vertraging in? Of zijn de wegen afgesloten? Wordt het een probleem? Zowel voor de ontvanger als voor degene die het afgegeven heeft. Want die krijgt reclame terug van degene die het wil ontvangen. Ik heb nog niks gekregen. Maar ook de boodschapper, dat wil zeggen het postwagentje, kan er ook niks aan doen. Er is filevorming en vertraging aan de gang in het complexe geheel. Ga ik het nog complexer maken, dan kan je aan die bloedsomloop en alle, alle organen die daarbij hangen, kan je een water- en zouthuishouding, een uitscheiding via je nieren, een voedselopname via je darm, nou, je ziet een beetje wat er gebeurt. Hè. Het eenvoudige principe wordt door de vermenigvuldiging, net als met die kruisjes, het wordt steeds complexer. En wat ligt, waar ligt nu een beetje het probleem? We hebben al die complexe systemen hebben we een beetje zitten bekijken als ja, afzonderlijke dingen. Dus we gaan een uroloog als specialisatie toevoegen, die heeft te maken met dat, met de nieren. Een andere, een dermatoloog, heeft te maken met de huid. Een, 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 een maag-darmarts of een internist. Heeft te maken met het voedselopname. Een longarts heeft weer te maken met je gasuitwisseling van je longen. Weer een ander heeft met dat te maken. We hebben zoveel specialisaties gemaakt eh, dat we het overzicht van het geheel een beetje kwijt zijn. We zien overal verschillende en afzonderlijke dingen in. Terug naar dat spel hè. van prokaryoten, die worden ingewikkelder. Die worden ingewikkelder tot multicellulaire organismen. Dan krijg je wezels, dan krijg je systemen, dan krijg je organen. Ik ga het nog ingewikkelder maken. Als al die organen samenwerken, hebben we een individu. En in die individu hebben we een communicatie nodig, hormonen, zenuwen. Zo'n individu moet kunnen communiceren met de omgeving, dus een socialisatie. Dan krijgen we al te maken met een groep. Zie je, het wordt steeds complexer. En binnen in die groep gaan we zitten kijken naar elk afzonderlijk individu. En dan gaan we die analyseren. En dat heet psychologie. Dus het wordt eigenlijk van een eenvoudig iets complexer, 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 complexer en nog complexer. En om een beetje aan te tonen dat het steeds complexer is, nou ja, meneer Swaap heeft ooit een boek geschreven, Wij zijn ons brein, waarmee de goede man denkt dat ons brein ons bestuurt. Nou, het tegendeel is waar, het brein staat ten dienste van al deze systemen die daar staan. Het is er om de complexiteit in dat zenuwstelsel te kunnen waarborgen. Om die complexiteit eigenlijk veilig uh, te stellen in dat geheel. Nou, dit is hetzelfde plaatje, een beetje. Dit, dit is swarm behavior. We gaan kijken naar een, uh, uh, een enorme uh, zwerm met spreeuwen. Nou, kijk naar het plaatje. Iedereen heeft het ooit wel eens gezien, hè? Dit heet swarm behavior. En nou lijkt het net als wij kijken. Oh, wat maken die spreeuwen een mooie patronen. Oh, dat zal wel ergens voor bedoeld zijn. Het ziet er prachtig uit. Het lijkt alsof ze het ergens om doen. Maar dat is nou net niet waar. Ze doen het nergens om. We zien hele ingewikkelde patronen. We zien mooie schilderijen. Maar we doen die streeuwen. Die vliegen. En die zorgen ervoor dat ze elkaar. Ze worden nou een beetje baldadig. Ze zorgen eigenlijk alleen maar ervoor. Dat ze hun elkaars vleugels niet raken. Dat is het enige wat ze doen. En daardoor ontstaan die prachtige patronen, die wij dan als complex patroon zien. Dus wij zien er iets in, terwijl dat er eigenlijk helemaal niet in zit. Maar wij zien in de complexiteit, net als bij dat kruisje, meer kruisjes, nog meer kruisjes. Wij zien in de complexiteit, zien we iets verschijnen. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee, alleen we mogen de verbinding van het geheel niet uit het oog verliezen. Nou, dat is nou net waar osteopathie om draait. Osteopathie draait om het feit dat er vrijheid nodig is van beweging, lees stroming. De mens is één geheel en alles is met elkaar verbonden in een eenheid en met name met vrije... Stroming van alle vloeistoffen. En die vrijheid heb je nou net nodig om jezelf te kunnen genezen. Maar daarbij moet ik er een dingetje bij zeggen: wat doen we er dan mee He, als osteopaat? Wat, hoe, hoe werkt die osteopaat daarmee? Nou, de osteopaat is jarenlang geschoold in het voelen van de kleinste bewegingen. En wel van alle weefsels, van alle kleine dingetjes, ruimtelijk, driedimensioneel, ja, ik zeg wel eens op de vierkante millimeter. Botten, spieren, pezen, organen, zenuwen, bloedvaten, ze voelen eigenlijk alles. Oftewel, ze leren kijken met je handen en lezen met je handen. Wat betekent dat? Ik vergelijk dat graag met braille leren lezen. Iedereen kan dat leren. Een osteopaat leert voelen. Dat kan ook iedereen leren. Dit is een grapje wat ik tegenkwam op internet. Een braille schrift op een huid. Maar dit is hetgeen wat we doen. We voelen. Ik heb even het braille alfabet ernaast gezet. Nou, Om het even uit te leggen. Een A is één puntje linksboven. Een B is twee puntjes linksboven. Een C is twee puntjes links- en rechtsboven. Een D, nou zo gaat die door. Hè? Dus je ziet een beetje, dit is op zich te leren. Het is niet makkelijk. We doen het bordje uitgang. Uh, het bordje uitgang bestaat uit een mooie hoeveelheid van zeven letters. We pakken de U, die staat daaronder. Daar is de U. Even opzoeken in het alfabet, daar staat die. Ja, twee puntjes onder, één puntje boven. Uh, de I... Dat waren twee puntjes daar, ja daar staat hij, twee puntjes daar. En de T, ja dat was een, een, een soort paardensprong van puntjes. De T staat daar, dan kan je de G en de A en de N en de G weer uitpluizen. Hier staat in Braille uitgang. Nou, je snapt, dit duurt even voordat je dit kan lezen. Dat betekent, een osteopaat heeft heel wat oefening nodig om te leren voelen. Net zo lang tot die... Letters kan onderscheiden, net zolang tot hij een woord kan lezen, net zolang tot hij een zin kan lezen, net zolang tot hij een boek kan lezen. Nou, daarvoor hebben wij ook allerlei waarden. Ik heb ze hier even op een rijtje gezet. Wij letten op ritme. Wat doet het weefsel met ritmiek? Je kan, je kan bijna denken aan app en vloed. De amplitude, hoe ver slaat het uit? Waar gaat, welke richting? Wat is de spanning van inhoud? Wat is de spanning van spieren, dat is tonus? Wat is de vorm? Hoe elastisch is het? Is het verkleefd? Is het verzakt? Nou, we hebben heel veel waarden waarin we uh, 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 lezen wat is er nou precies aan de hand is met het weefsel waar ik mijn handen op gelegd heb. Uh, dat betekent dat we ook vaak zoeken. En kijken we naar dat plaatje van die tensegoti. Als ik hierbovenin druk, kan ik het onderin voelen. Dat betekent dat een patiënt hier pijn kan hebben, terwijl de oorzaak ergens anders ligt. Nou, dat merken we eigenlijk dagelijks. Oorzaken liggen vaak ergens anders dan de klacht zelf. Dat betekent dat een osteopaat, als het goed is, altijd het hele lijf van top tot teen altijd onderzoekt, want we weten niet van tevoren het antwoord. Derde principe. Vrijheid van beweging is zelfgenezing. Dus zelfgenezing heeft de vrijheid nodig in het lichaam. En dat betekent dat we de vrije stroming moeten kunnen organiseren. En wat doet een osteopaat? Die maakt spullen vrij in dat systeem. Dus die zet dingen vrij. Voorbeeldje, om een klein beetje een idee te geven, waar gaat het over? Dit is een hart. Dat klopt, als het klopt. En dat beweegt binnenin de borstholte. Dat ligt op de lever. Sta je nooit meer stil, maar het is zo. Daartussen zit een heel klein uh, 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 vliesje, dat heet middenrif. Daaronder zit nog een maag. Vandaar dat zoveel dingen van maagklachten verward worden met hartklachten. Het ligt allemaal tegen elkaar aan. En deze organen alleen al moeten ten opzichte van elkaar vrij kunnen bewegen. Dit is een bekken met een, een, een heup aan de, aan de linkerkant en een heup aan de rechterkant. En daarin ligt een darm. Nou, ik heb het al eens vaker uitgelegd, maar dit is het principe. Een darm moet vrij kunnen bewegen als die heup beweegt. En andersom. Ze hebben elkaar keihard nodig in de vrijheid. Er ligt nog een baarmoeder in, er ligt nog een heleboel in. Nou, ik zal je er niet mee vermoeien met wat er allemaal nog meer in ligt. Maar dat is een beetje kijken van goh. Alles is met elkaar verbonden. Nou, hier komt mijn beroemde kraan met de emmer en de druppel. Als er een druppel komt en de emmer is vol, dan loopt die over. En als die overloopt, krijgen wij symptomen. Natuurlijk moeten wij, ook als osteopaat, iets doen aan de symptomen. Doen we ook. Want dat is de klacht waarmee iemand binnenkomt. We moeten zeker de druppel aanvallen. Maar dat is nog niet het belangrijkste. Maar met raad en daad, hoe kan je nou voorkomen dat het weer een keer terugkomt? Het is ook verdraaid handig om de kraan dicht te draaien. Dus daar geldt ook voor, ja, we gaan breder kijken en wat kan je in het hele lijf nou doen en in je hele leven nou doen om te zorgen dat die druppels niet steeds in die emmer komen. Maar don't forget, we zullen ook moeten kijken naar die emmer en die totale emmer uiteindelijk leegmaken, want het is niet de druppel die de emmer doet overlopen, het is de volle emmer die de druppel niet verwerken kan. Dus hoe kijkt een osteopaat? Ja, vele klachten ontstaan sluimerend, en hoe vroeger je reageert, door je te laten scannen, laat ik het zo maar zeggen, want een osteopaat is te opgeleid, wij mensen, ik ga weer terug naar die braille. Hè. Wij mensen die niet blind zijn, kunnen geen brailleboek lezen. Dat moeten we overlaten aan de deskundigen. Dat geldt hier ook voor. Je kan het niet zelf. Niemand kan dat zelf. Je hebt ook een tandarts nodig om gaatjes op te sporen. Je hebt een osteopaat nodig om bewegingsbeperkingen in je lijf op te sporen. Hoe vroeger je reageert op vroege symptomen, is mooi, want dan voorkom je problemen. En het luidt nog altijd dat spreekwoord voorkomen is beter dan genezen. Of in een uitspraak, ik vond hem mooi van Ralf, die stond in zijn thesis, luister naar het fluisteren van je lijf, dan hoeft het niet te schreeuwen. Ik vind hem klip en klaar en helder. Dus begin zo snel mogelijk met er iets aan te doen. Want vrijheid van beweging betekent stomweg zelfgenezing. Nou, die zelfgenezing, nog even een woordje over zeggen, want genezing, Latijn, genezen, denk aan Genesis, het is wording. En wording is per definitie een groeiproces. Voor groeien heb je, iedereen snapt dat hoor, vrijheid nodig. Maar het kost ook tijd. Tijd om te kunnen genezen. Dit is een uitspraak die overal bij ons in de praktijk hangt: gras groeit niet sneller door er aan te trekken. Integendeel, het breekt. Maar gras heeft wel de vrijheid nodig om te kunnen groeien. En de stroming nodig om te kunnen groeien. En de voeding en de aandacht. En don't forget de factor tijd. Dus tijd is je vriend. Genezing kost tijd. En een beetje harde uitspraak van mij, maar ik sta dat nog altijd achter. Alle snelle oplossingen zijn symptoombestrijdingen. Dat kan wel eens nuttig zijn, maar bedenk vooral op de lange duur wat ermee gebeurt. Nou, hoe is de osteopaat geschoold? Uh, vier jaar voltijdsonderwijs of zeven jaar deeltijd. En hij is geschoold in wetenschap. Enerzijds medische wetenschap. Die, die een arts ook leert. Wij kijken met een iets andere bril, maar wel de vakken anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie. is gewoon wat we in de wetenschap kennen. We hebben ook nog andere wetenschappen. Wij kijken naar embryologie, dat is ook gewoon een wetenschap, evolutieleer, morfologie, vormkennis, fenomenologie. Uh, dat betekent dat wij als uh, uh, behandelaar uh, mee. Aan het fenomeen werken van patiënten. Oftewel dat wij ook subjectief zijn, dat moeten we ook leren. Vandaar ook psychologie. We doen onderzoek, dat is allemaal wetenschappelijk. En we hebben kennis van diagnostiek. Hoe kijk ik naar schouder tot en met teen? Hoe behandel ik het? Hoe ga ik het geheel integreren? We hebben stage in de praktijk gedurende vier jaar of zeven jaar. En daarna gaan we nog in de kliniek aan het werk, onder leiding van docenten. En een osteopaat mag verschrikkelijk veel examens afleggen. En als die uiteindelijk voor al die rijbewijzen slaagt, mag die deelnemen aan het uh, patiëntenverkeer. Om het even zo te zeggen. Nou, wat kan de osteopathie nou eigenlijk? Met welke klachten met name? Nou, wij behandelen eigenlijk niet die klachten waar regulier het nou zo goed mee kan. Dat wil zeggen, met een heleboel ziektes bemoeien wij ons niet, want daar kan regulier wat mee. Wij bemoeien ons niet met levensbedreigende aandoeningen. Daar kan regulier, uitstekend zijn werk mee. Wij bemoeien ons niet met alles wat kapot is. Dat kan regulier, hè? daar heb je een orthopeet voor of een chirurg. En wij bemoeien ons niet met infecties, want ook daar hebben we regulier voor. Dus voor die factoren nou net niet. Wat houden we dan wel over? Zolk. Dat is een nieuwe term sinds 2004 ongeveer. Somatisch onverklaarbaar lichamelijke klachten. Ik pak de definitie erbij van de huisartsenvereniging. Het zijn pijnklachten, maar ook lichamelijke functiestoornissen. Zowel, zoals evenwichtstoornis, energiegebrek, krachtverlies, zien of een afwijkende waarneming, zoals oorzuizen, piepen, tintelingen en een doof gevoel. En vaak komen daar gaandeweg klachten van spanning, concentratie en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie bij. Ik heb een beetje expres deze definitie genomen. Die komt van het huisartsengenootschap. En hier blijkt inderdaad dat zij, de huisarts, de specialisten, dit onverklaarbaar vinden. Daarom hebben ze het ook een beetje, een beetje zo genoemd. Hè? Het is een beetje vage definitie die ze doen. Uh, uh, Klachten van spanning, klachten van dit en dit en dit, omdat zij het niet kunnen verklaren. Wat kan nu de osteopaat daarmee? Die kan het heel goed verklaren. Want achter alles zit een logica. Dus wij kunnen iets met buikpijn die de arts niet kan verklaren. Wij kunnen iets met rugpijn, met hoofdpijn, met hartklachten, met ademproblemen. Nou, ik heb er een rijtje opgeschreven. En dat zijn er maar een paar. Hè? Eigenlijk alle klachten waar de arts. Geen direct antwoord voor heeft. En dat zijn, helaas, maar het is zo: 50 tot 60 procent van de klachten van die de huisarts normaal in zijn praktijk krijgt. Dus een osteopaat kan op heel veel vlakken kan die veel betekenen, omdat die onver, schijnbaar onverklaarbare klachten eh, wel degelijk verklaarbaar zijn en ook nog vaak met elkaar combineerbaar zijn. Dus wij gaan ook zitten kijken van, hé, hey, een doof gevoel in je been, en je hebt buikpijn, hé, hey, zou dat niet met elkaar te maken hebben. Je bent, per slotverrekening, één geheel. Nou, dat is een beetje een idee, en ik heb het weer in een uur gered, zie ik. een beetje een idee van wat kan de osteopathie, uh, uh, hoe werkt die, hoe werkt dat principe? Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. En op een rijtje staan daar de volgende uh, webinars. Maar ik gok een beetje, ik ga een beetje naar Jeroen kijken, dat er vast wel een vraag tevoorschijn is gekomen. Of valt het mee? Het valt reuze mee. Het is een rustige avond. Ja, dat is het ook. Dus alles was heel duidelijk volgens mij. Kijk, helder is helder. Dus er zaten geen grote vragen in de chat. Nee. Nee, helder. Goed. Nou, dan beschouw ik dit ook als een helder verhaal. En dan uh, sluit ik hem af. En dan is het uh, volgende maand, de, uh, 9 november, gaat over mesologie. En uh, in december over PRI, de Past Reality Integration, als een, uh, 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 een vorm van psychotherapie. Met, met uh, tools, met, met, met werktuigen waar je dus daadwerkelijk thuis ook iets mee kan. En in januari ga ik een uur lang praten over water. Dat wordt nog heel spannend. Goed, ik dank iedereen voor de aandacht. Ik heb hier toch één vraag binnen, Rob. Ah, oké. Okay. Nou, wel heel specifiek, hè? waar kan pijn onder de hak mee te maken hebben? Ja, ja, ja dat kan doen. een heel rijtje zijn. Dat kan een hielsporen zijn. En dat is een, een, een uitgroei van het hielbeen, dat is gewoon bot. Daar kan een stukje aangegroeid zijn. En dan willen wij weer weten, ja, hoe kan dat dan? Daar moet dus een trekkracht op zitten van een of andere pees. Nou, dat zou het kunnen zijn. Die pijn onder in de heel kan ook zijn van te grote spanning in die pees. Ook een mogelijkheid. Het kan ook nog een mogelijkheid zijn dat die enkelbanden uh, niet sterk genoeg zijn, waardoor dat bot steeds maar aan het frikken is in zijn systeem. Ja, zo kan ik een hele legio van mogelijkheden opnoemen. Uh, ik, ik gok dat ik op zo'n twaalf oplossingen kom waar, waar het vandaan kan komen. En dan nog. Als osteopaat zeg ik altijd: ik leg de oplossingen alweer naast me neer. Want ik ga eerst naar je lijf kijken, wat er bij jou aan de hand is. En dat is elke keer weer verrassend, want dat is iedere keer weer een ander verhaal. Dus ja, dat er oplossingen voor zijn, ja, wel zeker. Maar de. Het antwoord nu, nee. Kan ik er niet aan geven. Oké, okay, dat was hem. Dankjewel. En tot de volgende keer.